Dus morgen geven Europese zorgministers hun formele goedkeuring aan het coronapaspoort. Ja, dat is velen. Dat paspoort waar we zoveel over hebben gehoord. En wat ons een onbezorgde vakantie moet gaan geven. Vanaf 1 juli, dan moet het geldig zijn. En morgen dan gaan nog eventjes de puntjes op de i. En dan is in ieder geval die formele goedkeuring een feit. Dan zouden we dus onbezorgd op vakantie kunnen. Maar als het aan minister De Jonge ligt, kan dat paspoort wel een stukje beter. Hij wil in Europa voor elkaar krijgen dat je na je tweede vaccinatieplicht... niet nog een wachttijd hebt. Nu is dat namelijk 2 weken en dan pas kun je dus ook echt met deze app op vakantie. Hij wil af van die wachttijd en zegt, je bent toch al helemaal beschermd, dus dat is niet nodig. In eigen land is er ook nog genoeg te doen. Onze database, waarin staat wie wel en niet gevaccineerd is, die is nog niet op orde. Nogal belangrijk natuurlijk om dat wel te hebben op het moment dat je zo'n paspoort wil gaan gebruiken. En ook die corona-check-app die we kunnen gaan gebruiken voor toegangstesten, die moet ook gaan werken voor dat Europese paspoort. Nou, er is allerlei informatie voor nodig. Het Nederlandse parlement moet nog goedkeuring geven voor de privacy-inbreuk die dat met zich meebrengt. Als ze dat voor 23 juni doen, dan zegt minister De Jonge, dan moeten we die deadline van 1 juli halen. Dan zou een onbezorgde zomervakantie moeten lukken. Is morgen slechts een formaliteit of gaat het nog echt erom spannen? Nou ja, hier moet wel de Europese Unie over op één lijn komen, want als het nu nog niet snel geregeld wordt, hoe gaat het dan praktisch verlopen in juli? Want dan gaat iedereen op vakantie als dat paspoort er niet is. Nou, maar liggen ze dan nu op één lijn, die zorgministers? Nou, dus nog niet over de hanteerbaarheid van dat paspoort. Dus er is volgende week ook nog een Europese top. Ik denk dat daar ook nog over dit onderwerp gesproken gaat worden. Ja, toch is de oproep wel van zorg nou dat alles in Europa een beetje op elkaar lijkt en dat we met z'n allen gewoon duidelijkheid hebben. Daar zullen ze toch ook van doordrongen zijn? Zeker. Maar dit is ook een bureaucratische slag. Dit gaat ook over... De stroopmachine van Brussel moet ook op volle toeren gaan draaien, nu het zomerseizoen aanbreekt. Dus wat ik zeg, volgende week is die EU-top. Hm. En ik denk dat daar de laatste klap erop gegeven gaat worden.